Ja. Nice. John Rim van Krachtlab. Ja. Welkom. Dankjewel. Op de Kinderbak Podcast. Ik heb jullie uitgenodigd. Eigenlijk omdat Tristan van Tristan Customizing, die zat hier. En die vertelde dat hij rugproblemen had gehad. En dat jullie hem daar echt zwaar in hebben geholpen. En ja, Tristan heeft dat eigenlijk een beetje ook op zijn social media toen de tijd een beetje allemaal, zeg maar, gedeeld. En ja, jullie zijn een gym, maar niet een gym als iedere andere gym, maar daar mogen jullie dadelijk over vertellen. En dat yes. ik vond dat zo fijn. Ik hou ervan als mensen elkaar helpen, steunen, beter willen worden. En toen dacht ik, ja, ik ga die boys ga ik uitnodigen. Want één, ik probeer ook zelf altijd wat te leren. En ik denk dat ik van jullie ook vandaag weer heel veel kan leren. Dus welkom. Dankjewel, man. Ja. Ja, John, hoe ben je? Hoe is het allemaal? Hoe is het begonnen? Wie moet ik die vraag stellen? Mag geen John stellen. Ja? Ik zal het doen. Hoe is het begonnen? Ik geloof in 2016 leerde ik mijn compagnon kennen, Virgil. Die is er nu niet. Die leerde ik kennen in een andere sportschool. En het klikte al meteen. Maar ja, goed. In die sportschool ondervonden we zelf ook wat beperkingen omtrent materiaal. De begeleiding, de mensen onderling, de doelgroep. En ja, goed. Het klikte dusdanig zo dat we ook buiten de sportschool afspraken. En ja, van het een kwam het ander. Pot met geld geleend. Concept gecreëerd. Precies zoals wij het wilden. En dat in tegenstelling tot de commerciële gyms. Mm-hmm. En ja, zo is het begonnen in Elslo in eerste instantie. Hebben we binnen een jaar hebben die gym opgezet. En vanaf daar verder. Ja. Waarom ben je dan eigenlijk, wanneer is Rim erbij gekomen? Ik ben ook oktober 2019 erbij gekomen, dus het is nu plusminus 5 maanden, 6 maanden is dat. Ja, ja. En dat ja. bevalt, daar hadden we net al natuurlijk voor de podcast, podcast een beetje over. Ja. Ja, in de gym heb je vaak, mensen hebben daar vaak een beeld van, daar lopen allemaal lekker. Jullie zien natuurlijk ook goed uit, zijn veel met het lichaam bezig. Merken jullie dat er nog wel eens een drempel is wat mensen naar die gym om over te halen? Voor mij was dat persoonlijk niet, maar ik ken mensen, is dat soms een beetje intimidating. Mm-hmm. Oh. En dat kan ik dan wel een beetje begrijpen, maar eigenlijk, ik begrijp het wel, maar het hoeft allemaal niet. Nee. En merken jullie dat een beetje? Is dus de dat mensen... Ja, soms een beetje tegenhouden juist worden. Ja, toch wel. Ja, toch wel mensen hebben het beeld dat er bij ons alleen maar mensen trainen die echt heel sterk zijn. En niet meer met zware gewichten trainen of heel erg gespierd zijn. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het grootste gedeelte van onze trainees eigenlijk zijn gewoon doodgewoon mensen. Die gewoon lekker fit willen zijn, met hun lichaam en gezondheid bezig willen zijn. Ja. Dus dat beeld klopt vaak niet. En daardoor is de drempel wel wat hoger wat mensen wel kan tegenhouden om naar de gym te komen. Maar komen ze dan meestal een keer, dan is die drempel meestal ook helemaal weg. Dan moet ik, ik vind dat jullie dat goed tonen op jullie social media trouwens. Ja. Dan doen jullie echt goed. Daar wordt juist ook de gewone mens, sorry dat ik dat dan zo zeg, ik bedoel het niet zo, getoond. Kijk, we zijn hier gewoon bezig met mensen aan het helpen. Ja. Mensen die gezondheidsissues hebben, mensen die issues met hun lichaam hebben. En dat is dus veel meer dan alleen in de gewicht hangen. En dat Precies. is denk ik ook wat jullie onderscheidt van andere gyms. Ja. We hebben ook als voornaamste doel dat we krachtsport willen inzetten als middel. En niet per se als hoofddoel. Dat is eigenlijk een beetje de mainstream binnen Krachtlab. We deden dat in het begin wel. Er kwamen echt de raw lifters al vrij snel uit alle kanten en kwamen bij ons trainen. En draaide het al veelal om hoeveel gewicht je kan tillen. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, ja, wacht eens even, we doen veel meer dan alleen maar gewicht tillen. En het is niet alleen belangrijk dat we dat binnen de muren van Krachtlab doen, maar dat we dat ook laten zien aan de buitenkant. En zo hebben we social media ook ingezet. We trainen allerlei mensen bij ons, van jong tot oud, soorten mensen, rassen, groot, klein, gehandicapt, niet gehandicapt, superfit, zwaar overgewicht, tot en met superfit. Iedereen is daarom ook gewoon bij ons welkom en dat willen we heel graag laten zien. Ja, kijk, ik ben nog niet daar geweest. Dat zouden we wel doen, maar de gym ging door het coronavirus dicht. Misschien dat je dadelijk daar wat meer over kan vertellen wat dat voor invloed op jullie heeft. Maar jullie werken meer, ik zie het als een holistische aanpak. Eigenlijk mind, body en soul. Het is niet alleen bezig zijn met gewicht. Het is bij jullie ook
jullie praten echt met de klant, met de persoon die daar bij jullie komt trainen, toch? Ja, 100%. We hebben over 2 vestigingen nu, dus Elslo in 2016. We zijn samen met Rim in 2019 Parkstad gestart. Nu bij elkaar opgeteld zitten we op 360 leden, over 8 coaches. Dus dan kan je ongeveer uitgaan van een 30, 40 cliënten per coach. En ja, bij ons is niemand een nummertje. Dus we kennen die mensen, hun achtergrond, waarom ze bij Krachtlab komen, bij wijze van hoe een hond heet, waar ze op vakantie gaan. Dat zijn allemaal voor ons de voorwaarden om ons werk goed te kunnen doen. En dat is waar het misgaat bij de grote gyms natuurlijk. Hè. Is ook logisch, dat is natuurlijk geen aanval naar de grote gyms. Maar dat willen wij absoluut niet. We willen die persoonlijke connectie, want dat is ook gewoon een voorwaarde om je werk goed te kunnen doen. Ja, top. Ja, ik hou daar van, weet je. Van de human, de menselijke approach. En inderdaad, wat jij zegt, het is geen aanval op de grotere gyms. Maar dit is gewoon wat jullie geleerd hebben toen jullie actief waren nog in de grotere gyms. Yep. En dit is nu, zeg maar, hoe je dat hebt samengebracht, weet je. Ik vond het wel mooi wat jij voor de podcast zei van, ja, we hebben onze skills hebben samengevoegd. Ja. En weet je, daar komt er iets uit. Een bepaalde werkwijze, een bepaald beleid, een visie. Ja. Nou, als ik gewoon nu 360 man, 8 coaches. Dus jij begeleidt ongeveer, dus inderdaad 30 man. Is dat, hoe verdeel je dat? Is dat pittig? Maak je een profiel op per klant? Vindt klant zo'n raar woord? Hoe kunnen we dat... Trainee. Klant klinkt niet lekker van mij. Nee, ja, sorry. Een trainee, oké. Nou ja, hoe het eigenlijk gaat is dat de klant... Hoe het normaal gaat is dat de trainee eigenlijk bij ons binnenkomt. Dat even een hulpvraag. Dan gaan we eerst even een gesprekje aan. Van, hey, wie ben jij? Wie ben ik? Ze kennen we elkaar. Dat werkt ook wat fijner. En dan gaan we eerst kijken van, oké, wat wil je bereiken? En wat kunnen wij... Hoe kunnen wij jou daarin helpen, zeg maar? Nou, vervolgens gaan we een plan maken. Dat plan gaan we een keer met de trainer doorlopen, afhankelijk van hoe vaak die persoon wil komen. En dan gaan we gewoon kijken, we beginnen bij de basis. We kijken waar zijn zwakheden, dat pakken we als eerste aan. En als dan het fundament stevig weer is, dan bouwen we vanaf daar verder. Maar dat is een ongoing proces. Je begint ergens aan en dan ben je misschien een paar weken verder en denk je van, we moeten toch misschien iets meer dit en dit gaan doen. En zo blijft dat eigenlijk doorgaan. En dat is die persoonlijke aanpak wat we binnen Krachtlab hanteren. Dat werkt heel fijn voor zowel de trainer als voor de coach. Kan ik me voorstellen, want je maakt een plan op de wens van de trainee. Nou, daar komt jullie ervaring, denk ik, erbij kijken. En dan inderdaad wat jij zegt, langzamerhand gaat het proces lopen. Ja, tijdens het proces... Nou, dat is rijlessen. Ja, dan ga je bijsturen. Ja, sturen kan die, weet je. We moeten ons focussen op het schakelen. En kan ik me voorstellen dat het bij jullie ook zo is. Dus dat je iedere keer weer aanpakt. Klopt dat wel een beetje? Ja, 100%. Ja, top. Kijken jullie ook... ik ben weer aan het ratelen, sorry hoor. Nee, ik vind het gewoon interessant. Ja, zeker. Weet je? Is het ook dat jullie per coach bijvoorbeeld kijken van... Ik denk dat jij beter bij hem pans. Want ik kan me voorstellen, de ene coach heeft meer daar expertise in. Daar, ze zijn wel allround. Ja, maar, ja? Dus we hebben die 8 coaches. Ja. We hebben allemaal wel een gemeenschappelijke skillset. Iedereen heeft een bepaalde basis aan opleidingen en een bepaalde basis aan ervaring voor de mainstream klanten. Maar die coaches die onderscheiden zich ook allemaal. Daar hebben we bijvoorbeeld Nicky van ons, is puur powerlifting en meer de rauwe shit. Mm. Rim en ik neigen toch wel meer naar de people's coaches, zeg maar. We houden van communiceren en interactie. Zijn erg gefocust op leefstijl. Dus buiten trainen ook stress, slaap, arbeidsrustverhouding, voeding, noem maar op. En de andere coaches, we hebben 2 dames, Zoe en Laura, die schieten gewoon heel goed op met vrouwen binnen ons concept. En sinds zij bij ons zijn komen werken, zie je ook gewoon dat de toename van vrouwelijke leden sterk is toegenomen. Vrouwen hebben toch wel vaak de voorkeur om ook gewoon gecoacht te worden door een vrouw, en wat ik overigens begrijp. Dus ja, goed, we hebben allemaal dat gemeenschappelijke, maar natuurlijk hebben we binnen die niche-markt waar wij in zitten ook allemaal een specialiteit. En dat is onderbouwd door ofwel opleiding, maar vooral door ervaring. Ja. Ik noem het niet graag in de mond, maar vooral ervaring binnen ons vak. Ja. En opleiding is binnen ons vak. Ja, hebben we het later wel over. Ja, het is... Nee, ja.
Ik begrijp hieruit dat je daar wat mee zit. Dat het misschien te makkelijk is, dat mensen te makkelijk coachen. Precies. Iedereen is coach tegenwoordig. En je gaat eventjes naar een LOE-site of weet ik veel wat, je meldt je aan, je doet 8 weken die cursus en je mag op LinkedIn zeggen, ik ben een leefstijlcoach of een weet ik veel wat voor een coach. Ja. En er zullen er ook vast wel goede tussen zitten, maar het gaat allemaal te gemakkelijk natuurlijk. Wij bij Krachtlab focussen ons altijd, als wij willen uitbreiden en we willen een coach aannemen, iemand zoals Rim bijvoorbeeld. Ja, die moet niet alleen die opleiding hebben gedaan, maar vooral een bepaalde ervaring hebben, uitstralen en ook al getoetst hebben aan de wereld. En dat is wat een coach maakt. Ervaring. CV opbouwen. Dit is wat ik gedaan heb. En juist. Deze skills, die heb ik in de praktijk uitgevoerd. Dat is, heb ik dit uit geleerd, weet je. Ja. Dat is aldoende leert men toch? Ja. Dus dat is zo rete belangrijk. Doen jullie alleen in het Krachtlab dingen? Of is het ook dat jullie buiten doen activiteiten, bootcamps of weet ik niet? Of ligt de focus op indoors? Nou, de focus ligt wel vooral indoors. Nou ben ik natuurlijk pas een halfjaartje bij Krachtlab. Ik weet niet of jullie in het verleden in de zomer wel eens naar buiten gingen. Nou ja, we zetten de luik open en we doen wat buitenactiviteiten. Maar we gaan niet structureel naar buiten om te gaan hardlopen of te gaan bootcampen. Mm. Dat laten we ook weer over aan andere doelgroepen. Ja. We zijn vooral indoors actief, ja. Nee, ik denk dat het niet verkeerd is namelijk hoor. Want ik heb hier bijvoorbeeld Mark Nouts van Masters of Steel Bootcamp. Die heeft ook op de podcast gezeten. Weet je, die doet ook meer. Alles, weet je wat jullie ook doen, een beetje holistisch. Alles is belangrijk. Mind, body en soul. En dat is net wat jij zegt. Dat doen dan meer anderen. Dan moet je, als je dat wil doen, een bootcamp of zo, dan kun je wel mooi bij hem doen, inderdaad. Juist. Ja, dat vind ik ook. En daarom, ik heb jullie ook uitgenodigd. Vaak weten mensen niet dat... het is er allemaal, jongens. Er is iemand die rent gewoon buiten op de Brunsse Meiden. Er is gewoon een Krachtlab. En ik vind het ook een beetje mijn taak. En zeker om onze regio. Om dat de mensen te laten weten en daarover te vertellen. Dus ik vind het belangrijk. En daarom heb ik jullie ook uitgenodigd. Ja, dat is wel cool, want dat doe je eigenlijk vooral voor deze regio, hè? Voor Parkstad. Ik focus me echt op. Ik probeer me echt. Je moet klein beginnen, zeggen ze altijd. Dus lokaal. Maar ik zeg altijd. Je hoeft niet. Ik hoef geen bekende of beroemde mensen hier proberen binnen te halen om een goed gesprek en een goede, mensen met goede intenties, om die zijn om je heen. Ja. En daar kun je prima gesprek mee hebben en dat merk ik, mensen, ik begin echt te merken, mensen beginnen het over de podcast te hebben. Ik ben benaderd door de radio, die willen stukjes van de podcast gaan opzetten, waar de talk radio gaat bijvoorbeeld weer de lucht in. En daar ben ik door benaderd of die stukjes van deze podcast mag uitzenden. Ja. Nou, dat betekent dat je goed bezig bent en zo gaat dat. Langzaamaan, ik heb die jongen natuurlijk uiteraard gelijk uitgenodigd voor de podcast. En nu gaan we iets, werkt dat man, hè. Zo gaat het. En dan gaat hij live de radio hier doen en ik live podcasten. Zoiets in die trant willen we doen. Graag man. Ja. Maar dit is ook jouw ambitie gewoon. Dit is dit is wat ik ga, I talk shit all day, everything, weet je. Maar ik vind ik heb ook door mijn ervaring, we hebben het net over ervaring gehad, door dingen bij Defensie. Ben ik overal wel best wel veel geweest. En best wel met veel verschillende soorten mensen gewerkt. Wat jullie ook doen. Ja. De ene keer komt een type binnen die is heel rustig, heel timide. Dan komt iemand zoals ik, weet je, ADHD. Nou, dan moet je maar eens aanstaan als coach, weet je. Dan moet je toch de juiste persoon aan de juiste trainee koppelen. De juiste coach. 100%. Dus ik zie dat voor jullie echt wel een uitdaging, weet je. Dus het is gewoon belangrijk dat je door die ervaring, door het juist toe te passen. En eigenlijk probeer ik dat. Ik pas gewoon mijn ervaring in de podcast toe, weet je. Ik praat gewoon graag en ik leer gewoon graag. Dat is echt, ik leer gewoon graag. Ja. Ja. Maar je bent ook lekker jezelf in de podcast. En dat is dankjewel. Dat heb ik nou al een paar keer gehoord. En ik denk dat het daarom ook werkt. Ja. Dat is een van de voorwaarden die wij ook stellen. Ja. Ga nou niet kopiëren, plakken. Ja. Als je bij ons komt werken. Maar blijf gewoon die identieke guy of vrouwtje en doe je werk goed, maar doe het vooral op jouw manier. Dat zie je sowieso. En in deze tijdsgeest is het heel belangrijk om dat te doen. Dan hou je het ook gewoon het langst vol en dan heb je er ook het meeste plezier aan. Hè? Ja. Speaking of tijdgeest, merken jullie, ik merk bijvoorbeeld dat mensen veel meer, de jeugd van nu, ik ben dan wat ouder en ik doe daar. Ik merk dat de oudere generatie een beetje loopt te zeiken, wat ze altijd doen op de jeugd. Maar ik vind gewoon dat deze generatie
moet ik het zo maar zeggen, jullie generatie en diegene, is gewoon heel goed met gezondheid bezig en hun lichaam. Kan dat kloppen? Dat er een stijging in is, dat mensen meer en bewuster met het lichaam bezig zijn. Ja, dat zie je wel inderdaad onder, ik denk, onze generatie die doet dat inderdaad op een bewuste manier. Wat ik wel zie is dat je bij de jeugd, die doet dat ook, alleen die doet dat vanuit vaak esthetische motivatie, zeg maar. Dat is natuurlijk, je wordt plat gegooid op social media met vrouwen met dikke billen, mannen met een sixpack. Ja. En dat willen jonge mensen ook. Ja. En ik denk persoonlijk wel dat wij daar wel degene in zijn die mensen daar dan in coachen ook laten zien van, hé, maar het is meer dan alleen dat. Het is niet alleen maar een sixpack wil ik weken of alleen maar een dikke billen wil ik weken. Want... Dat is ook gewoon de... ze komen zo wel eens bij ons binnen. Hè. Ik wil meer spiermassa. Ik wil meer conditionering. Ja. Ik wil meer dit. Ik wil meer dat. Want ik heb dat gezien bij mijn buurjongetje. En ik moet het gewoon ook even doen. Dat is het eerste contact die we maken. Natuurlijk is het ook weer meer omvattend. Want die gasten willen dat liefst nu. Hè? Want we zijn van millennials. We willen, ik wil vandaag gaan podcasten. Dus ik moet alle shit alle hebben shit, binnen een dag en go. Ik wil vandaag een sportschool. Ik moet dus nu het materiaal hebben en go. Ik kom dadelijk met het magische woord. Ga door. Ik vind het zo mooi om te horen, jongens. Zeg maar. Maar zo werkt het niet, weet je. Nee. Dus als die gasten binnenkomen. We hebben ook een goede intakeprocedure. Waar we vrij diep ingaan op... de ambities en behoeftes van de klanten. Dus als we jonge gasten hebben van 16 jaar... een van de vragen die we stellen... gebruik je anabole steroïden? Of ben je van plan om ooit te gebruiken? En dan zie je ze kijken. Fuck. Moet ik... papa en mama zijn hier... Oké. Ja, luister, ik heb er wel eens over nagedacht. En dat zeggen we niet om meteen te judgen en te oordelen... maar om op gesprek te komen met die gasten van... hey, besef je eventjes, als je wat meer geduld hebt en je gaat werken aan je arbeidsrustverhouding en je slaap en je gaat goed trainen en je laat je coachen en je staat open voor de feedback. Het duurt misschien allemaal wel wat langer, maar het is veel gezonder en veel prettiger als je het zonder doet. Ik kan dadelijk een voorbeeld geven daarvan, van een foto. Zoek mijn foto maar op toen ik getraind was en niet getraind was op Insta. Want het magische woord... Wat mensen vaak vergeten, als jij wil improven en verbeteren, of spieren wil hebben, of gezond wil leven. Eén, het is een lifestyle, weet je. En twee, het magische woord is tijd. Yep. Ja. Maar, en met tijd komt geduld. Ja. En ik heb gemerkt, ik ging me voorbereiden op een kickboxwedstrijd. En ik wilde ook gewoon gezonder leven. En hij laat dadelijk een foto zien. En dan laat ik zien wat de tijd is tussen foto 1 en foto 2. Hm. Maar dat is wat ze op social media tonen. Voor en na. Yep. Weet je, dat scheidingslijntje van die foto, dat is, weet je, een blik. Maar in tijd, fucking realiteit, is dat godverdomme een jaar misschien of twee jaar, mensen. 100%. En dat, kijk. Ah, kijk. Ik ben nu weer naar links, hè. Maar het gaat goed komen, weet je. En kijk, dit heb ik in 4 maanden gedaan. Ja. Oh. Dus voor na, maar jongens, dat was 4 maanden. Dankjewel, Robin. Anders zit ik hier zelf verheerlijk te doen. Maar ik wilde puur iets aangeven van tijd. Ja. Dus het is nu weer tijd om naar rechts te gaan. Ja. Dus, Maar ik denk dat het, en dat probeer ik ook iedereen mee te geven, probeer te genieten van hetgeen wat je aan het doen bent. Dan komen de resultaten vanzelf. Want de enige manier om dit te doen, is door het vol te houden. En dat doe je alleen door het leuk te vinden. Ja. Dus doe iets wat je leuk vindt. En dat kan op zoveel verschillende manieren. En dat maakt het ook juist leuk om coach te zijn. Want je moet per persoon moet je gaan zoeken naar die manier voor die persoon. Ja. Samen met die persoon natuurlijk. Ja. En, zo kom je er ook wel eens achter in een intake bijvoorbeeld. Dat ze het helemaal niet chill vinden om krachttraining te doen. En dan is het van, ik kwam hier voor krachttraining en nu hebben we het erover gehad. Volgens mij moet ik yoga gaan doen. Hey, high five, man. Ga lekker. Ja, top. Ik ken nog iemand. Ja, maar misschien niet goed voor je portemonnee. Maar daar doen we het niet voor. Ik bedoel, coaching is vooral aanvoelen, meebewegen en sturen. En kijken van, wat is iemands behoefte? Als dat krachttraining is, kom naar krachtlab. Is het yoga? Ja, dan ga je naar iemand anders toe. Ik ken nog wel een paar adresjes. En dat is hoe je echt bijdraagt. En dat moeten we vooral gewoon altijd in het belang hebben. Dat je op die manier blijft communiceren met mensen. Vind ik mooi dat je dat zegt, John. Want hoeveel mensen, of niet Rim, hoeveel mensen komen binnen, dus bij een gym, van, die worden niet begeleid, worden gewoon een nummertje gekeken. En ik heb weer een abonnementje voor een jaartje binnen. Terwijl die persoon gaat er misschien helemaal niet beter van worden. Nee. Sterker nog, misschien wordt hij er depressiever van door niet de juiste begeleiding. Juist. Dus ik vind het knap dat jullie dan als krachtlap zeggen. Want prima, ga yoga doen. Juist. Je hebt het geprobeerd, mooi. Ja, en uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat als we dat op die manier blijven doen, dat beloont zich uiteindelijk ook gewoon terug.
Want die persoon die dat aanhoort, over een jaar of twee, denkt hij nog eens aan ons. En haal je daar profijt uit. Zo werkt het gewoon in deze wereld. Dus ja. Klopt, zo werkt het. Ja, zo ligt het gewoon. Nou, je moet elkaar helpen. Hebben jullie ook wel eens gehad dan inderdaad dat iemand binnenkomt en dat die echt in plaats van zegt, ja, dit is het niet voor mij, maar die komt er eigenlijk achter. In het begin een beetje ongemotiveerd van, ja, ik wil wat steviger worden, wat sterker worden. En die daarna gewoon beast mode gaat, die gewoon echt helemaal hooked is in het, in het trainen. Ja, zeker. Vaak. Dat is mooi, hè? 100%. Ja. Ja, dat is gewoon ruig. Je ziet echt mensenlevens veranderen. En ze komen nog als onzekere puber binnen. Of ze komen net uit een zware scheiding. Of ze hebben een bepaald ziektebeeld overwonnen. Die mensen die starten en die komen helemaal los. Dat zijn ook een beetje de mascottes van onze club geworden. Die zijn er 3-4 keer per week. En die vangen die andere guys die binnenkomen ook op. Hè, van, mooi, die halen die drempelvrees weg, die maken een gesprekje. En dat is wat die community van Krachtlab gewoon echt mooi maakt. En dat is waarom ons werk ook zo mooi is. Ik vind dat mooi. Als je dat zo, ja, ik hou ervan, weet je. Want er zijn groot mensen op de wereld, maar de meeste mensen zijn gewoon in orde. En dat vind ik gewoon mooi. Als het goed met je gaat en alles, dan gaan andere mensen helpen. Ja, ja, ik vind het echt. Ja, kun je misschien eens even naar de site gaan? Dan kunnen we misschien wat dingen van jullie site bekijken. Krachtlab. Krachtlab.com. Maar Rim, jij bent hier is van de Molenberg, hè? Boy van de Molenberg. Jij bent al vroeg begonnen met je lichaam bezig zijn? Nee, eigenlijk pas op mijn 20ste. Ik heb wel altijd vaak sporten gedaan toen ik met 10 jaar een judo. In mijn eerste, wat is dat, van 6 tot 10 jaar ongeveer judo gedaan. Dan alleen maar vaak sporten gedaan bij GeForce Gym in Brunsum. En toen ben ik op mijn 20ste eigenlijk begonnen met bodybuilding. Omdat ik een flinke enkel blessure had, ik kon eigenlijk niks. Het enige wat ik kon doen was een beetje liften, dus dat ben ik gaan doen. Niet anders dan ik laat me dan helemaal gaan als ik geblesseerd ben. Dus top. Ja, dat scheelt. Dus daarom ben jij coach en ik niet. Ja. En toen? En toen, ik was toen nog een beetje naar een opleiding aan het zoeken. En toen ben ik met een sportopleiding begonnen. En toen is eigenlijk die liefde voor de krachtsport is ontstaan. En dat heeft zich eigenlijk ontwikkeld tot waar ik nu ben. Ik ben begonnen met bodybuilden, heb daar een paar wedstrijden in gedaan. Dat heeft me natuurlijk een beetje naamsbekendheid gegeven. Mm-hmm. Wat heel goed is geweest voor het opstarten van mijn bedrijf toenertijd. Alleen maar een aantal jaren was ik er een beetje klaar mee. En toen ben ik wat meer gaan oriënteren bij het powerliften. En toen kwam ik toevallig in contact met Krachtlab. Ja, dat is hun thuisbasis. Ja. En sindsdien ben ik inhaal powerliften aan het doen. Mooi, man. Ja. Weet je dat ze... de site. Ik kom zo, help me eraan herinneren dat ik het over een bokser dadelijk wil hebben. Die met kracht is begonnen, met gewichten, wat ze hem eigenlijk hadden afgeraden. En hij is beter daardoor geworden. Ah, cool. Ja. Is de eerste bokser, zeg maar, vroeger in de jaren 80 was dat. Kunnen we even... dit is door het Krachtlab. Ik ga eens naar mijn scholen naar beneden. Kunnen we wat impressies hebben. Ja. Hebben jullie wat foto's nog meer erop? Als je verder scrolt... Dit zie je, wacht, hier zijn jullie coaches? Als je helemaal naar boven gaat... Ja? En dan zie je... John, neem jij maar even over dit. Yes. Gewoon. Dat is gewoon prima. Hier, even kijken. Wij zijn Krachtlab. Klik dat maar eens aan. Boom. Ja. En als je dan op die coaches klikt, dan zie je een beetje wat van hun achtergrond, wat hun bezighoudt. Wat ze eigenlijk voor Krachtlab ook hebben gedaan. Mijn achtergrond, ik heb heel veel gestudeerd. Omdat ik dacht dat toen heel belangrijk was om te doen, veel studeren. En op een gegeven moment kom je er dan achter, wacht eens even. Er is meer dan alleen studeren, je moet het ook gewoon praktiseren. Juist. En met vallen en opstaan is Krachtlab ontstaan. Voor Krachtlab had ik ook een eigen bedrijfje, daarvoor ook. Dat was 2 keer matig geweest, kon er niet goed van leven, was altijd struggelen. Op een gegeven moment leer je door te praktiseren en zo is Krachtlab eruit gekomen. Mooi, man. Ja. Kijk, ik wil nog eventjes wat fotootjes pakken dat mensen... En anders pakken we dadelijk lekker de Facebook erbij. Ja, die staat helemaal vol. Helemaal vol. Instagram ook, die staat helemaal vol. Ja, doen we dat even dadelijk. Pak jij maar alvast erbij, dan praten wij even verder. Dankjewel, Robin. Top, man. Ja, daar hou ik van. Alles compleet mogelijk. Ja. Weet je, Sean, boom. Dit is Sean... Dit doe ik, andere coach, boom. Juist. Probeer ik met de podcast ook te doen. Als ik,
Want jij, bijvoorbeeld het begin, hè? Ik probeer niet arrogant, ik wil het dat niet arrogant klinken. Maar ik heb ook, je kijkt naar andere dingen en denk je, ja, jongens, dat werkt niet. Hè? Of dat kan, zou ik anders aanpakken, qua podcast, zeg maar. Completer werken, bijvoorbeeld. Zo had ik, toen zag ik een keer zelf een lijst voorbij komen. Van die ding die hij deed per minuut, vertelde hij waar het onderwerp over ging bij podcast. En dat vond ik prettig, want dan hoefde ik niet per se te kijken, te skippen. Toen kon ik, oh, dat is voor mij. Dus dat pas ik nou ook toe in mijn beschrijving. Met zelfs een linkje bij de minuut. Dan kun je, kom je bij gewoon bij die minuut uit. Mm. Ja, niet de hele minuut. Ik werk in tijdblokken. Want ja, soms podcast ik 4 uur. Ja. Het duurt dat even, weet je. Ja. Dus om beter te worden, om, weet je, moet je soms, je moet je juist je eigen wijze aanpakken en die werk en dan moet je bijpakken, maar je hebt ook invloeden van buitenaf nodig. Ja, ja. Dat merk ik met de podcast en dan doe je, maar het belangrijkste wat ik wil zeggen, doe shit op jouw manier en dan merk ik dat jullie dat doen. 100%. Dit is wat we doen. Ja. En dan word je ook wel vaak op bekritiseerd door van, waarom zo en waarom laat je er zo over uit, waarom gebruik je die taal en ja goed, het antwoord is altijd heel simpel. Daarom, omdat ik dat wil. Dit is hoe wij rollen, klaar. Dit is gewoon hoe het is. Ja. En wat we in ieder geval aantrekken is een soortgelijke doelgroep die er net zo in staat. Want die houden van die manier van communiceren en die houden van die omgang. Ja. En dat maakt het ook wel heel cool. Als je een keer komt trainen, of dan een Elsthof Parkstad is, kom zeker op een maandagavond of op een woensdagavond misschien bij Rim. Ja, die mensen die zijn allemaal zo onder elkaar. En ben je nog niet zo? Mingle en je wordt uiteindelijk vanzelf zo. Ja, het is net zoals een kroeg, je gaat op stap en er hangt een bepaalde doelgroep. Je gaat erin en voordat je het weet, ben je één. Ben je er één van, één en ja. Mooi man. Ja. Wat ik trouwens echt top vind, en ik ben blij, ik zeg dat ook gewoon, weet je. Vaak als je jongens zoals jullie zien, weet je, ik maakte ook wat grappen toen jullie binnenkwamen, groot, stevig. En dan zitten jullie hier op de podcast, weet je, welbespraakt, hè? Gewoon netjes, beleefd, heel erg rustig. Ik kan me voorstellen, als ik op zoek ben naar een gym en niet helemaal weet nog waar ik naartoe moet en ik zie jullie, dan denk ik, hé, dat zijn gewoon normale gasten, gewoon lekker praten. Ja, ik vind dat, voor iemand als ik, is dat belangrijk. Ik ben meer van de human approach ook natuurlijk. Dus, maar dat is ook, dat zie je bij ons ook wel of niet, Grim, dat je hebt gasten die 5 keer per week met hun oordopjes in knallen, trainen en naar huis. En ja, mensen die zeggen van ja, die rusten misschien 1 minuut of 2 tussen een oefening langer. Maar die komen op goed gesprek. En als je dat dan zo ziet van ja, oké, weet je, dit is jouw manier van tijdsbedrijf. Je hecht wat minder waarde aan je fysieke doelen, maar je komt misschien wat meer voor je mindset. Mm. En je gaat het gesprek aan met die trainee of die coach in de gym. En dat draagt ook bij aan een betere gezondheid. Dus het is eigenlijk, als ze bij jullie binnenkomen, is het gewoon eerst een heel goed gesprek. Hey, luister, wat wil je? Heb je ooit over anabolen nagedacht? Nee. Maar alles, anabolen, drugs, andere domme dingen die je kunt doen in feite. Nogmaals. Die ik doe als ik ongezond leef. In ieder geval, weet je, nu kom ik natuurlijk met een oordeel over dat iets dom is. Nee, in die zin bedoel ik... Wat wij niet zouden doen. Iedereen doet wel eens wat doms, zolang er maar een balans is, weet je. Maar wij willen in ieder geval die eerlijkheid, die transparantheid willen we hebben. Want dat soort zaken hebben wel gigantisch veel invloed op een bepaalde doelstelling. Als jij fitter wilt worden, maar je rookt elke dag een joint, ja, dan kan je wel 6 keer per week komen trainen en op je voeding gaan letten. Maar ik denk dat de hoeveelheid van de wiet die je rookt, je in de weg zit. Of het nou anabole steroïde is, of omdat je 's nachts niet slaapt, of omdat je enorm veel stress in je relatie ervaart. We zijn geen relatietherapeuten, maar we zijn wel de guys die je confronteren met de beperking die je zelf oplegt richting dat doel. Ja, dat herken ik wel. Dat is ook jullie taak als coach. Want als je de ene kant, je kan niet hebben dat iemand, ja, ik wil verbeteren. En als je dan zegt, ja, dan wat doe je? Oké, nou, dan kun je beter dit laten. Ja. Weet je, nou. En die doet dat niet. Maar hij blijft wel doorgaan. En dan zie je toch die verbetering niet. En dan laat hij dat weg. Juist. Boom, komt die verbetering. Had ik bijvoorbeeld ook, want het zijn, het is echt berekenen. Dus voor mij, zo werkt dat. Wat ik zei, ik werk bijvoorbeeld met... wat ik doe, daar ben ik nou mee begonnen, 1 april, ben ik een leuke dag om mee te beginnen. Ik doe periodiek vasten en daarbij trainen. Dus ik heb een keer een boek gelezen, dat heette My Shredded Lifestyle. Oh ja, en daar kon je een berekening in maken op leeftijd, gewicht en
Lengte, leeftijd, gewicht. En daar kwam uit, als jij, stel voor ik wil een kilo per week afvallen, dan mag ik nou, bijvoorbeeld nu, mag ik 1850, gebaseerd op mijn kilocalorieën, in een week eten met 3 keer sporten erbij. En dat hou ik echt bij. Ik heb daar een app voor, een MyFitnessPal. En dan kan ik alles gewoon pop. Dat is hoe het voor mij werkt. Ja. Weet je? En dan val ik ook gewoon normaal af. En ik voel me heerlijk. Maar het kan toch zijn dat voor iemand anders totaal niet werkt. Maar daar ben ik achter gekomen door te zoeken. Ja, dat werkt voor mij. Dat vind ik prettig. Ja, en dat is inderdaad vallen en opstaan. En ik denk dat we dat allemaal, ook de coaches van Krachtlab, dat allemaal ervaren hebben. Ja. Zowel in voeding als in training. 100%. Ja. Je moet uiteindelijk op zoek gaan voor jezelf, maar ook voor je sporters, voor je trainees. Wat werkt voor jou? Kijk, we hebben ook mensen die 100% vegan zijn en absoluut geen vlees eten. Die trainen bij ons. Maar willen wel die optimale krachtprestatie. Hoe kunnen we optimaal kracht presteren als iemand alleen maar planten eet, in feite? Mm. Dat is een hele andere uitdaging dan iemand die wel vlees eet. Als je alleen al kijkt naar het eiwitprofiel, inderdaad, tussen plantaardig en dierlijke eiwitten. Maar goed, dan is onze taak om ons daarin te verdiepen en te studeren en daar het best mogelijke advies in te geven. Vaste bijvoorbeeld. Het heeft zich echt wel bewezen op meerdere fronten dat het kan werken. Er zijn mensen die bij ons 16 uur niet eten en 8 uur wel. Dus volgens mij is het dan... Dat is het. Dat is het intermittent fasting. Dat is wat ik ook doe. Ja. En die hebben daar gewoon een hele... geven daar hele goede feedback op. Puur en alleen om het feit, omdat ze tijdens het vasten gewoon niks eten en ook geen domme dingen kunnen doen. En tijdens het, als ze kunnen eten, in dat tijdsraam van 8 uur, als het van 2 tot 10 is, eten ze ook heel gefaseerd en niet te veel. Dan is het heel makkelijk om 1850 kilocalorieën vol te houden. Ja, precies. Dat heb ik ook. Ik ga dan wel, is wel belangrijk, want ik geloof er niet in. Dat wordt dan wel in het boek gezegd. Ja, je kunt ook 1 maaltijd al die 1800 calorieën. Ja, voor mij werkt dat niet. Ik heb dan dat blok, eet na 8 uur 's avonds niks meer en de dag erna om 12 uur mag ik eten. Weet je? Nou doe ik mezelf iets uitdagen, want ik vind eten met een volle maag podcasten, dat wil ik dan ook weer niet. Maar dan heb ik weer extra dadelijk 2 uurtjes die ik gevast heb. Ik moet zeggen 3, want het is belangrijk dat je wel, dat ik dadelijk even ga lopen. Dan verbrand ik het meeste. Dus dat doe ik dan wel. Hè. Ik kijk, in een vaste periode, dan moet je ook sporten. Dus, wat is jouw maaltijdfrequentie? Hoeveel maaltijden eet je? 2. Dan goed dat je die vraag stelt, echte coaches. Weet je, dat doe ik dan. Ja, om 12 uur zou ik dan eten en dan probeer ik om 6 uur te eten. Ja, dat zijn dus wel vrij grote porties dan die je eet. Hè? Ja, ik verdeel ik zit op de, als ik mijn eerste maaltijd eet, en dan ben ik ook blij natuurlijk dat ik mag eten, zit ik op 1100, 1200 calorieën. Okay, en als ik straks met de gewichten aan de slag ga, nu wil ik meer in de flow komen. Het lichaam laat ik mijn lichaam wennen aan. Oké, we gaan dit weer doen. Je bent vet geworden, motherfucker. Nu gaan we weer even sporten. Ja, en dan laat ik mijn lichaam wennen aan sporten. Het werkt voor mij. Het is ook hier in mijn kop. Hè. Ja. En weet je het? En als ik met gewichten ga werken, dan ga ik die laatste dag meer naar de rijst en de kip. Omdat ik dat van vorige keer, daarom zeg ik door te doen, soms moet je dingen goed doen, heb ik dat geleerd. Dat voor mij werkt. Ja. En dat geeft rust. Zeker. Ik was vroeger altijd maar bezig met... En nu weet ik gewoon, oké, deze shit, kijk, dat heb je gezien, dat werkt. Next time doen we het gewoon weer zo. Ja. Misschien met andere oefeningen erbij. Ja. Dus dat werkt voor mij. 100%, zeker. Overigens wist je dat het helemaal niet uitmaakt hoe je je maaltijden indeelt. Wetenschappelijk bewezen dat... Stel je voor, je wilt die 1850 kilocalorieën eten. En omdat je wat gewicht wilt verliezen... Mm-hmm. Je hoeft er niet per se voor te vasten. Het is een hele goede tool, ook voor tussen je oortjes, om je er goed bij te voelen en ook die maaltijden optimaal in te delen. Maar je kan bewijzen van gewoon om 6 uur 's ochtends beginnen met eten tot 's avonds 12. Als je maar aan die 1850 kilocalorieën had. Juist, jij moet, goed, dankjewel dat je dat zegt, want het is wel belangrijk. Dat is inderdaad, voor mij werkt 2 maaltijden, maar het mag ook 3, 4, 5. Maakt niet uit hoe jij die 1800 calorieën... tot je neemt. Yes. Dat klopt. Ja, dat zal die gast van Shredded Lifestyle wel qua gezegd hebben. Ja, dat staat in... Ik ken de titel van het boek wel. En ik ken het internet. Ik vond het heel makkelijk. Volgens mij staat hij hier dan zo afgetraind op dat kafje. Zo. Ja. Met zijn naam even kwijt. Zo'n social media guru. Misschien kunnen dus... we zouden nog even naar jullie Facebook gaan. Oh ja. Nee, inderdaad. En daar wilde ik nog op inkomen dan op dat vaste. Jij zei mindset. Ja. Dat is het voor mij.
Ik heb niet het idee dat ik aan diëten ben. Snap je? Als ik mag eten, dan mag ik ook eten. Ja. En dat is omdat ik die 1800 zoveel calorieën zelf mag indelen. Maar kijk, dat is logisch voor de mensen die het niet weten. Als ik straks af aan het vallen ben, als ik een kilo ben afgevallen, dan doe ik er wel aanpassen. En dan mag ik weer iets meer calorieën. Snap je? Dus een kilo kwijt, mag ik misschien weer 1900 calorieën. En zo gaat dat. Dan heb je een app voor. Ah, kijk hier. Je hebt het timer. Dat zijn we. Coach is gelijk een overzicht, ik hou ervan. Ja. Kijk, wat je nou ziet is door dat hele corona gebeuren, is dat mensen niet meer naar de sportschool kunnen komen. Dus wat wij gedaan hebben is proberen om mensen thuis aan het werk te zetten. En dat doen we eigenlijk door bodyweight exercises mee te geven, maar ook dingetjes zoals elastische banden of een kettlebell. Zet maar op play, daar ben jij aan, Rim. Ja. Kijk. Oh, fijn. Nee, maar goed. Nee, maar dit is goed. Voordoen, beschrijving erbij. Kijk jongens, dan ben je echt met je trainees bezig. Ja. Niet alleen in het lab, zeg maar. Ja. Maar ook als het even niet kan. Ja. Echt bewondering voor, boys. Ja. Echt. En hebben we dit hebben we eigenlijk beschikbaar gesteld. Ook voor mensen die niet bij ons trainen. Maar ook voor mensen die op afstand willen meekijken. En een training willen meepakken. Voor onze trainees die op dit moment hun lidmaatschap betalen. Die geven ook nog echt online coaching. Daar skypen we mee, videobellen. Goed, luister, we hebben nu geen contact in de gym, maar hoe is het thuis bij jou? Wat heb je daar aan materialen liggen? En hoe kunnen we aan de hand van die materialen en weet ik veel, jouw bankstel of jouw stoel of misschien heb je buiten nog iets liggen. Iets gebruiken om te trainen met hem, ja. En het belangrijke daarin weer is dat we contact houden, dat we contact blijven zoeken. Dat die mensen ook gewoon scherp blijven. Dat bevalt me echt. Weet je, want dat is persoonlijke touch. Dat onderscheidt jullie van de andere gym. Juist. Ja, mooi man. En je kunt het ook allemaal mooi volgen. Ja, sorry, ja. Precies. En ondanks dat we gesloten zijn, zijn we volgens mij nou meer in contact met onze cliënten dan van tevoren. Ja, dat is echt bizar. Dus de social distancing werkt eigenlijk voor de trainee als klantgerichtheid. Is dat, wat hebben jullie hier bijvoorbeeld dan uit opgestoken? Ik heb gezien hoe ver ik zelf hierin ben. Hè. Het was die zondag kregen we te horen dat we dicht moesten. En maandag waren we al plannen aan het maken over hoe we mensen in de slag kunnen zetten. Ik heb elke trainer van mijzelf heb ik apart genomen. Heb ik een berichtje gestuurd van hey, welke materialen heb je thuis liggen. Diezelfde dag nog heb ik voor iedereen een schema gehad met de materialen die ze thuis hebben. Dus ja, het was best wel een pittige periode, die eerste paar dagen. Maar ik heb wel gezien hoe veerkrachtig en ook hoe hecht ons team is. Ja, dat hebben we ook mooi, echt gezien. 100%. Ja. 100%. Ja, voor mij, toen we op 15, 16 maart van het kabinet horen kregen dat het done was en dat we echt dicht moesten. Op dat moment, die week, heb ik echt gewoon een kutweek gehad. Niet alleen ik, maar ook mijn thuissituatie, mijn gezin. Bij deze, sorry jongens. natuurlijk, we kwamen flink onder druk te staan. Tegelijkertijd is er dan altijd weer een slim iemand die iets zegt van... je komt pas echt achter wie je bent als je de druk op je schouders voelt. En je komt er dan ook achter hoe creatief je bent om je shit op te lossen. Ja, dat hebben we met z'n allen gedaan. We hebben echt alles uit de kast getrokken en uiteindelijk zijn we gekomen tot het besluit om onze lidmaatschappen te blijven incasseren. Dus mensen betalen op dit moment hebben eigenlijk geen gym, dus ze kunnen geen gebruik maken van onze normale diensten. Maar we hebben onze diensten gewoon aangepast. We hebben in 2 weken tijd zijn we gewoon met ideeën gekomen waardoor mensen voor nu in elk geval tevreden zijn en thuis aan de slag kunnen. Ja goed, het is gewoon geweldig als je kijkt naar andere gyms, die bevriezen nu gewoon. Hè. Die zeggen tegen hun leden van, ja, de gym is dicht, dus je hoeft niet te betalen. Doe maar wat push-ups en sit-ups. Doe maar wat push-ups en sit-ups en zoek het je maar lekker uit. En we hebben hier nog ergens een of andere app liggen met 1400 oefeningen, doe daar maar wat van. Ja, ja goed, heel leuk dat je het aanbiedt, maar wat is daar het rendement van? Dus voor nu, en dat is ook gewoon mooi wat die community maakt. Hè. Wij steunen op hun, zij steunen op ons. En die balans, die moeten we vasthouden. Dat is ook wat ik ervan geleerd heb. Van, fuck, dat wat we wilden hebben we ook echt bereikt. Dat moeten we vasthouden. En daar moet je heel dankbaar voor zijn. Ja, een win-win eigenlijk. Ja, jullie worden 100%. Als team beter ervan. Eigenlijk noodgedwongen wordt er een beroep gedaan op je creativiteit. Dus dat is denk ik altijd al goed. En de klant ziet ook, de trainee ziet ook van, zij denken aan mij. Ze denken niet alleen, hebben ze gewoon voor mij, probeert mijn coach iets voor mij te doen, zodat ik thuis toch bezig kan zijn. Juist. Ja, top. En dan vind ik echt wel dat je de lidmaatschap gewoon mag hanteren.
Want kijk, een beetje klant, je moet ook, vind ik, begrip hebben voor wat er gebeurt. Ja. En als de lidmaatschappen niet geïncasseerd worden, is dat mogelijk een gevolg kan zijn dat, dat het krachtlab er straks niet meer is. Juist. En dat wil je zelf als trainee toch ook niet. Nee. Dus, en dat snappen ze ook heel goed. Dan, ja, want ik heb echt mensen die zeggen van, ja luister, jullie doen nog steeds zoveel voor ons, laat me gewoon doorlopen, weet je. Komt wel goed. Want we willen inderdaad dat als het allemaal achter de rug is, hoe lang het ook gaat duren, dat krachtlab er nog is. Ja, en ik denk wel dat we allemaal als krachtlab gezien hebben ook wat krachtlab voor mensen echt is. En dat dat toch echt een community is. Kijk, je hoopt dat natuurlijk, maar op zo'n moment als dit kom je erachter of dat daadwerkelijk zo is of niet zo is. En gelukkig is het wel zo. Ja, het is echt een community. Ja, mooi man. Ja, dat is geweldig. Ik train zelf bij, hoe heet het, MB-team, Melvin Wassing. Mm-hmm. En weet je, de contributie, ja kijk. Ik ben geblesseerd en dat gebruik ik bij een training. Ja, ik ben nou 2-3 maanden ben ik niet daar geweest. Ga ik ook niet zeiken van over de contributie. Dat interesseert me gewoon. Ik doe hier mijn dingen. Zij zijn er ook bijvoorbeeld met online, weet je. Zijn ze begonnen met trainingen te geven. Dus, weet je, quid pro quo, voor wat, hoort wat. Daarom zeg ik altijd bijna in mijn post, als ik filmpjes opneem, dan lief voor elkaar en begripvol, weet je. Begripvol is echt belangrijk. Ja. Ik moet in één keer denken, quid pro quo, dat is toch Hannibal, of niet? Ja, Hannibal. Hannibal Lecter. Boah, die ga ik vanavond kijken, daar heb ik echt zin. Quid pro quo. Kunnen we eens naar jullie... Ja, precies. Ja, heerlijke film. Nog altijd een van de beste thrillers die je ooit gemaakt is. Ja. Kunnen we even naar jullie Instagram gaan? Ja. Mensen, ik moet dat... Oh, mijn zoontje, ik vergeet het altijd. Maar de mensen, hoe heet het... Volg het Krablab op social media. Ik doe dat altijd na de podcast. Dat doe ik aan de beschrijving. Laat ik ook zien wat ze jullie kunnen volgen. Abonneer op de podcast. Mijn zoontje is 7 jaar. Dus die groeit op met YouTube en alles. Die zegt, papa, jij moet meer dat zeggen. Want dan gaan mensen abonneren. Want als ik ergens naar kijk en er wordt gezegd abonneer, dan doe ik dat ook. Dus abonneren. Dus abonneren, dat soort dingen. Dit is jullie social, hè? Jullie nog niet op Insta? Ik volg jou. Ja, maar je krijgt je alle. Ja, dus gelijk volgen. Dus mensen, kijk, volgen. Dit is gelijk een demo. Kijk hoe we dit weer staan. Vrijhand oplossen. Smooth motherfuckers. Ja, cool man. Oh, ik zie dat jullie hier ook de coaches alles mooi bij hebben. Anders. Ja, mooie profielfotootjes hebben we gemaakt. Oké. Okay. Ja, maar dus er zijn twee locaties, Elslo. Ik dacht in het begin dacht ik dat Elslo niet, maar Elslo is er dus gewoon nog. Ja, Elslo is er opgestart 2016 en Parkstad opgestart 2019, oktober. Oké. Okay. Ja. Oh, dan moet je nagaan. En dan gelijk nu dit. Dat laat wel zien dat jullie veerkrachtig zijn, zeg. Ja. Maar ook nogmaals, dat is ook weer team effort. En niet zonder onze sporters. Die toch een lidmaatschap blijven doorbetalen. Want het is gewoon een beetje fucked up. Want je hebt een hoop sportscholen die sluiten en die roepen van... bij ons hoef je niet te betalen en ja. Natuurlijk zijn er altijd wel wat leden die dan zoiets hebben van... Hey, ja, maar wacht even, waarom bij Krachtlab wel betalen terwijl jullie gesloten zijn en bij andere gyms niet? Laten we vooropstellen dat die gyms ook gewoon een goede reden hebben om dat besluit op die manier te nemen. Maar wij nemen gewoon de beslissing om jou scherp te houden thuis. Wij vervangen die dienst en die dienst die is gewoon fucking goed. En jij gaat gewoon aan de bak. De coach belt je dan en dan. Succes ermee. Ja. Maar wij geven wel natuurlijk de optie in deze tijd om te bevriezen. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die door coronavirus in een moeilijke situatie komen. Het gewoon echt niet kunnen betalen. En ja goed, die mogen dan bevriezen. Dat is hun keuze. Dus dat kan hè. Ieder doet het op zijn manier. Misschien dat mogelijk wat hieruit komt. Dat jullie een extra dienst gaan verlenen wat hieruit is gekomen. Wij kunnen misschien online pakketjes voor jou samenstellen. Noem maar wat, weet je. In elk geval de kracht van een telefoongesprek. Dus op zondagavond om 6-7 uur even een belletje doen van hey, hoe is het? Ja. Dat deden we misschien al, maar misschien nog niet met alle 8 de coaches. Mm-hmm. Dat zullen we nu wel veel bewuster doen. Dat is zo sterk. Als je gewoon even je trainee opbelt om te vragen van, ja, hoe deal jij hiermee? Hoe ga je ermee om? Nu is het dan corona, maar misschien is het over een half jaar weer wat anders. Dat is iets wat we zeker vasthouden. En het stukje online coaching, daar hadden we altijd wat plannen mee. En dat doen we ook wel, maar niet zo grootschalig als de rest.
dat is wel iets aan hem om misschien op te pakken. Ja. Ja. Voor mij, weet je, ik vind het... ik denk dan altijd, probeer dan na te denken van, ja, oké, okay, online coaching, best makkelijk. Maar oké, okay, dan moet je ook een tv hebben in je woonkamer of buiten in je tuin. Ja. Je moet de applicatie, je moet dus een smart tv hebben. Dus daar zit echt wel iets meer, mm-hmm. komt meer bij kijken dan mensen denken. Van ja, dan ga ik online training geven. Ja, 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 maar dat kan misschien zomaar niet. Je kan in ieder geval die mogelijkheid, maar jouw mogelijkheid, je kan het wel aanbieden, heeft gevolgen voor... Zeg maar, voor de trainee, iemand die het thuis doet. Waar moet ik het thuis doen? Doe ik het in mijn woonkamer? Ik heb geen tv buiten. Kan ik allemaal materialen daar doen? Ja, dus het zijn best dingetjes om over na te denken. Tenminste, daar kwam ik zelf, liep ik zelf tegenaan. Toen ik wat dingetjes ging kijken, van online mensen bezig, weet je. Of MW-team was bezig. Oké, okay, dat betekent dat ik in mijn woonkamer moet staan en dingen moet doen. Ja, ja, ja. Zeker weten. Ja, man. Ja. Leuke nieuws natuurlijk, je bent vader. Als je het zou doen... Die kleine die gaat vast wel meedoen. Dat is bij mij thuis ook. Ik ben een trainer in de tuin nu. Kan zelf niet naar de gym. En dat prikkelt de thuissituatie toch wel. Hè? Dat mijn vrouw en mijn zoontje dan toch zoiets hebben van... kijk hem dan maar gaan. Echt irritant. Is het in de eerste week? In de tweede week? Misschien moet ik toch maar een beetje gaan meedoen of zo. En in de derde week worden ze ook steeds actiever. Dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Dus het beïnvloedt heel veel positiviteit. Ja, dus ja, je kunt er ook, ik denk ook dat gezinnen bij elkaar aan het groeien zijn en meer naar elkaar kunnen groeien in deze tijd. Ja. Merk, heb jij kids? Merk jij, ik heb nog geen kids, maar vrouw, wel een vriendin. En die merkt het ook dat je niet in het lab bent? Oh nee, helemaal niet. Dat gaat perfect eigenlijk. Ja? Mijn vriendin, die traint zelf ook heel erg fanatiek, die doet powerliften. Ja. Wij trainen ook gewoon met z'n tweetjes in de tuin, dus dat gaat perfect. Ja, ah, lekker man. Natuurlijk, hè. Iedereen heeft wel eens een keer dat je soms liever alleen even gaat trainen, maar dat gaat helemaal goed eigenlijk. Ja, ja. Cool. Dus ja, jullie zijn niet veel cardio hebben jullie dan daar? Ja, cardio. Kijk, we hebben eigenlijk in principe gewoon wat gewicht. We hebben een stang met een bankje en daar kunnen we eigenlijk alles mee doen wat we willen doen. En als we cardio willen gaan doen, ja, dan ga ik buiten een stukje rennen. Ik woon heel dicht bij de Brunsmerij. Dus dan ga ik daar een stukje. Ik heb vanmorgen nog een uurtje gewandeld samen. Mm-hmm. Met mijn vriendin. Dat je, ja, dus, wandelen is echt gewoon tof om te doen. Ja, ja, is het ook. Dat, ik zeg het elke dag op Insta. Mensen gaan naar buiten gaan wandelen. Doe 10 minuutjes een stukje wandelen in de zon. Kijk eens goed om je heen. Je hebt nu toch tijd. Er is toch wel een bepaalde rust die bij mensen aan het vallen is op de schouders. Ze komen een beetje in een steady fase. Ga lekker wandelen. Brunsmerheide is top. Super mooi. Ja. Ja. Bos hier ook super mooi, ja, man. Ja. Ja, je hebt er... zo tegenaan gewoond, tegen het bos. Ja, ja. Dus ja, nee, maar is echt zo. En ik merk ook, het bos wordt wat voller. Ja. Maar mensen handhaven gewoon de afstanden. Ik ben echt, het voordeel hiervan is, van deze pandemic, is dat mensen langzaam meer de weg naar de natuur aan het vinden zijn. In touch met de natuur ben ik in ieder geval ook in touch meer met mijn mind, body en soul. 100%. Sterker nog, ik mediteer buiten, weet je. Daar heb ik altijd een vaste plek. Dus jammer dat meer mensen die plek niet gaan vinden, maar dat gun ik ze. Ja. Ik gun ze dat, die mooiheid van de natuur. Ja. Ja. En bij mij werkt dat. Ja. Voorstander met muziek of zonder muziek de workout doen? Trainen. Ja, Rem vertaal maar. Rem maakt ook een beetje hardcore beat. Dus hij houdt wel echt van harde muziek op de achtergrond. Ja, tenminste, als hij filmpjes doorstuurt, dan is... Ik hou van alle muziek, maar dat is een hobby van mij, muziek maken. Maar ik weet niet, dat kan eigenlijk ook wel goed zonder trainen. En met maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Weet je, als ik een trainer ben, ben ik met mijn training bezig. Ja. We hebben eigenlijk wel een beetje de regel, een beetje, hij is niet official, dat het is zeer gewenst, zeker als je een beginner bent, om je muziek gewoon af te laten. Mm-hmm. Op het moment dat je muziek opzet, dan is die auditieve prikkel die domineert. En wij vragen dan toch wel, als je aan het bewegen bent, of je bent aan het leren bewegen, een bepaalde beweging onder controle te krijgen... Focus je dan op die connectie die je moet maken met je zenuwstelsel, met je spieren, met je ruimteperceptie en noem maar op. Op het moment dat daar muziek doorheen dreunt, is dat weer een afleiding om niet bezig te zijn met jouw beweging. Dus laat muziek eventjes weg. Op een gegeven moment raak je gevorderd en dan heb je de beweging onder controle en dan kan je eigenlijk wel muziek op de achtergrond afspelen. Dat klopt, want ik heb dat een keer getest. Mijn neef, zijn vader, doet hardlopen zonder muziek. En ik altijd... Met muziek. Toen zei hij, ja, zonder, dan luister ik beter naar mijn lichaam en naar mijn ademhaling.
Ja. Bullshit, dacht ik, weet je. dus ik ging een paar keer, ik heb een paar rondjes, weet je wat ik liep. Dag 1, met muziek. Dag 2, zonder muziek. Ja, weet je wanneer ik beter ging? Zonder muziek. Zonder muziek, ja, ja, ja 100%. Ja. En dat heb ik echt nog een paar keer gedaan. En je luistert beter naar je lichaam. Je bent meer in tune met je lichaam. Je bent niet afgeleid. Ja. Ja. Tenminste, dat geldt echt voor mij. Dus, ja. dus met muziek, ik ren nou wel gewoon met muziek, maar dat is omdat ik niet aan het presteren ben. Nee, als ik wil presteren, als ik echt een tijd wil zetten, bijvoorbeeld met de Adidas Running App, dan gaat er geen muziek op. Ja, 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 ja. Ik heb wel, als ik echt een zware beurt moet doen, zeg maar, ik ga bijvoorbeeld een max squat doen, hè, maximaal gewicht proberen te doen, dan vind ik het wel fijn om even een schreeuwnummer op te zetten, jezelf een beetje op te hypen. Niet te veel, maar gewoon op een gecontroleerde manier. Ja. Dus het geeft je wel even die aanzet tot, we moeten aan de bak. Ja. Dus zo kun je denk ik wel goed inzetten. Ja, wat veel trainees bij ons doen in krachtlappen, als ze een maximaal prestatie moeten neerzetten, dan is het even afschakelen. Focus op ademhaling, op je bewustzijn, hier en nu. Luister je muziekje. Op het moment dat je gaat, boep, muziek af, go. En je maakt je rap. En zo zie je het ook terug op wedstrijden eigenlijk. Mm-hmm. Ja, tuurlijk, dat wel. En als je wat steady cardio aan het doen bent, je gaat lekker een stukje fietsen of wat wandelen, tuurlijk, zet je muziek op. Maar op het moment dat je jezelf gaat uitdagen, dan is het allerbelangrijkste dat je je focust op je lijf en het behalen van die prestatie. Ja. Is jullie werken dan, doen jullie wel of geen HIIT trainingen ook erbij? Lijkt me niet. Ja, goed, wij doen meer de focus op het gewicht, hè? Ja. Ja. Persoonlijk wel, ja. Persoonlijk. Persoonlijk is dat wel zo, hoewel we hebben allerlei doelgroepen. Er trainen een hoop kickboxers en boxers bij ons. Ja. Die gebruiken hun krachttraining weer op een hele andere manier. De gewichten zijn anders, de sets en de reps die zijn anders, de rusttijden zijn anders. Natuurlijk, zij trainen ook kracht, bijna net zoals een powerlift, alleen met aangepast materiaal. En als we ze richting een wedstrijd willen laten pieken, dan wordt het toch steeds meer snelheid, explosiviteit en conditioning. Ja. Dus weet ik ook welke box dat was, sorry. Dus Bernard Hopkins was het. Ja, okay. Ja kracht, weet je, krachttraining is gewoon niet weg te denken. En welke sport dan ook, als je het niet doet, dan is dat waarschijnlijk je missing link. En vechtsporters die hebben het nodig om nog explosiever en sneller te worden, om nog beter geconditioneerd te raken. Een tennisatleet die heeft het nodig om nog meer kracht op dat, weet dat ding, ben het even kwijt. Racket. Met racket? Ja, op het racket te zetten. Willen jullie nog wat drinken, jongens? Doe maar nog een flesje water, lekker man. Dan ben je maar een kopje koffie alsjeblieft. Ja? Ja, mooi man, zonder suiker. Ik ook. Nou, dat heb ik wel. Eergisteren had ik een bewustzijnscoach op de podcast. En hadden we het bij hem had ik ayahuasca gedronken. En door de ayahuasca hoef ik geen suiker meer. Dat was een cadeautje wat ik kreeg. Ja, 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 dus vandaar dat ik dus geen suiker heb. Oké, ik hoef ook geen suiker. Ja, ja, ja. De vorige keer dat ik deed vasten. Snoep, dat is het gevolg van, let op. Dus die suiker wat ik in mijn koffie wilde of in mijn thee wilde, die snoepte wel bijna 200 van mijn calorieën als ik het echt ging af. En nu, die 200, daar kan ik weer iets anders van eten, weet je. Mm-hmm. Dus ja, zo werkt het ook. Ja. Dus ja. Je bent echt bewust bezig met je voeding, in ieder geval voor mij, man. Ja, dat is geweldig. Dus ja. Kijk, en op een gegeven moment zie je ook door die apps, en dat vind ik het mooie van MyFitnessPal of een food app, ze laten je inzien wat je daadwerkelijk in je mail duwt. Juist. En je hebt echt iets van, fuck man, inderdaad, misschien moet ik dat stukje suiker nu maar weglaten en iets anders waardevols ervoor gaan eten. En uiteindelijk is dat de weg naar gezondheid. Hè? Precies. Het is een hele mooie bewustwording. Alleen, wij trekken de lijn. Die apps die zijn leuk, maar het moet natuurlijk geen obsessief dingetje worden. Nee. Kijk, tenzij je een bodybuilder bent die gewoon de topprestatie moet neerzetten, dan moet elke calorie geregistreerd worden. Mm. Wil je aftrainen voor de zomer, dan moet dat ook. Ja. Zeker mensen, obese mensen die bij ons sporten. Het strandlichaam. Ja, ja, precies. Ja, ja. En die willen 10, 20, 25 kilo afvallen. Die leren we ook omgaan met die app. Ja, dat is wat ik moest leren. Toen ik thuis kwam te zitten vanuit Defensie, toen ik een medisch ontslag kreeg. Ja. Guys, ik moest gewoon leren leven. Ik had dat allemaal nooit gedaan. Ik moest echt met mijn voeding bezig zijn. Ja, ik ging eten op de kazerne. Weet je, als ik thuis kwam, had mijn ex-vrouw die had dan gekookt. Maar nu, ik werd dan gelukkig op afstand ook, kun je nagaan hoe belangrijk een coach is. Want Dion Staring, professioneel MMA-vechter, is ook op de podcast geweest. Die deed mij in het begin trainen, later ben ik bij Melvin gaan trainen. En hij zei, het belangrijkste is, dit is
weet je, voeding, dat is het belangrijkste. Ja. Eigenlijk aan herstellen, weet je, durf te herstellen. Oh. En toen ging, ja, toen ging dus... ik op afstand, was iemand coachen, toen moest ik dus, dit gaat puur over met eten bezig zijn, bewustwording. Dus wat druk je in je mail, wat je zegt. Ja. Dus zo'n app registreert dat. Maar wat ik heb geleerd, is één, ik weet nu een beetje welke voeding ik ga halen. Gevolg is dat ik in de supermarkt weet wat ik moet hebben, totdat ik bewust bezig ben met mijn voeding. Ik weet wat voor calorieën er in de voeding zitten. Juist. Toen ging ik, en als je dat dan, als je niet durft te liegt, zeg maar, ik ging dan ook bijhouden als ik bier had gedronken. Ja, ik moest dat leren. Hè? Dus toen had ik geschreven over bier en op een gegeven moment, ja, ik schaamde me gewoon van, weet je, ik stuurde het hem op. Dit is, zeg je, ja, kijk dat bier, dan kon je bijna niks. Ik zeg, ja. Maar het gevolg daarvan was, in mijn gezonde tijd, dat ik echt zoiets had van, fuck het bier. Want als ik dat nou doe, is zonde, dan kan ik niet eten. En je merkt gewoon, juist, je zet jezelf echt, als ik dat deed, een week terug. Oh, echt, ja, een week, hè? 100%. Oh, fuck, ja, hé, dat is gewoon, ja, echt kut. Dus voeding is essentieel. Ja. En dan zie je dat één kleine aanpassing een hele wereld van verschil kan maken. Ja. 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 En het is wel belangrijk dat het moet meetbaar zijn. Maar ja, daar zijn de coaches gelukkig voor. Kijk, het is, als ik voor mij iets meetbaar is, als ik dan gewoon lekker thuis werk, hè? Mm-hmm. Is dat ik mijn sets ga verhogen. Mm-hmm. Dat ik dus meer kan. Dus dan moet je wel doorgaan tot je kapot bent, tot je moe bent. En dat is, oké, hier sta ik. Dat heb ik bijvoorbeeld ook, maar ik heb een 3 kilometer rondje en een 5 kilometer rondje. En daarin kan ik zien van, als ik daar 5 of 10 seconden eraf haal. Ja, jongen, dan krijg ik zo'n boost. Ja, maar dat is gewoon zo. Succesbeleving is de basis van alles, hè. Ja. Het is alleen... mensen moeten niet omslaan in resultaatgericht denken. Wij brengen ze altijd weer terug naar het proces. Want men is en blijft, en dat zit ook een beetje het aard van het beestje van... Maar volgens mij hebben we er al 10.000 jaar last van. We gaan heel snel vergelijken. We gaan heel snel kijken van... Ah, oh, fuck mijn bioman, 5 kilo meer of 5 seconden sneller. En ik maar 2. Ho, wacht even. Dit was jouw beginsituatie. Je hebt pas een jaar bezig. Hij is 5 jaar bezig. Nou ja, noem maar op. Altijd terug op procesgericht willen denken. Niet te veel in resultaat. Want het kan ook wel eens zijn dat je een paar weken of maanden stilstaat. En dan is er even geen succesbeleving. Hmm. En dan zul je je succesbeleving gaan moeten... Je seksbeleving? Oh. Die moet je... Die is gaat quarantaine shit. Quarantaine shit. It's that quarantine shit, baby. Yep, yep. Succesbeleving, die moet je dan gewoon... Die moet je gaan vinden in het proces. Ja. En dan ga je toch wel wat dieper op dingen in. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dieper binnen. Nou blijven we erin hangen. Nee. Mijn taak niet om ons, daar uit te houden. Ja, laten we het maar zeggen. Dus meer of minder seks nu met de quarantine. Nou, ik heb niks te klagen met mijn vrouwtje. Ik heb nooit meer te klagen gehad trouwens. Oh. Even credits bouwen hier. Ja, mooi. dit is je shot, weet je. Merk jij bijvoorbeeld nu met het virus dat wat de vrouw normaal allemaal wel thuis doet? Hoeveel, jouw ding aan het doen bent. Ja, ik schrik er wel een beetje van. Ja, ik hoor dat heel veel mannen, ook online. Dat is misschien wel voor bewustwording van de mannen, wat de vrouw allemaal doet als wij er niet zijn. Dus, want dat had ik met mijn ex ook, toen ik alleen ging thuis. Fuck, dit deed die motherfucker gewoon allemaal. Shit, ik had dat allemaal voor lief genomen, man. Ja. Ik heb het eigenlijk ook voor lief genomen. Nu je meer thuis bent, zie je echt vrijwel elke handeling wat ze doet. Ja, dat is, echt bizar. Ja, goed. En ook dat is een bewustwording. En daar moeten we ons heel erg voor danken bij de dames, denk ik. Ja. Ja. Maar ja, goed. Van de andere kant... zij doen dat ook wel andersom, hoop ik. Ook al zijn we gewoon van nutteloze zakken thuis soms. Spreek voor jezelf. Ik zit van 's ochtends tot 's avonds laat, ben ik nog altijd bezig met mijn werk. Hè. Dat doe je gewoon. Ja. En 90% daarvan is pure passie. 10% is gewoon kutwerk. Hè, administratieve dingen. En dat zien zij nu dus ook. Hè. Ja, het is een wisselwerking. Ja. Speaking of vrouwen en workouts en alles, een term wat nou heel veel terugkomt is fit babe en dingen. Merken jullie een stijging in vrouwen die met het lichaam bezig zijn, die meer in de workout zitten? Want jullie doen, lab is er pas van 2019, maar daarvoor hebben jullie natuurlijk veel meer dingen gedaan. 2016 en zo, ja. Merk je dat? Ja, sorry, goeie dat je het zegt. Ja, merken we dat. Weet je, het is een beetje de mentaliteit die bij ons... Het is niet de mentaliteit die bij ons binnen de sportschool heerst, zeg maar. Ja, mensen komen sporten
Maar er zit bij ons geen enkele trainer, volgens mij, die zichzelf in de spiegel aan het uitchecken is, zeg maar. Mm-hmm. Dat is niet hoe mensen bij ons trainen, weet je. Als je daar komt voor esthetische doeleinden, zeker, dan kom je daar binnen, we helpen je daarbij. Maar dat fit girl-achtige en dat, nee. Ja, die billen showen en zo, dat doe nee, je maar thuis, we remmen de, je, ja. Dat heel eerlijk, rem, we remmen die shit ook af. Ja, ik hou daar niet zo van. Ja. En mijn compagnon Virgil ook niet. Ik moet eerlijk zeggen, 4 jaar terug... de hip thrust en dikke glutes en showen op Insta, dat was toen nog meer geaccepteerd. Als je dat nu nog steeds obsessief doet, kijk, als je mooie billen hebt, heb je mooie billen, dan krijg je ook een like. Maar als je dat als je te ver gaat daarmee, ja, dan ben je ego aan het trainen en niks anders. Precies, ja, dat is zo leeg, man. Dat is zo boring. Ook, dat is toch iets wat ik zelf de mensen veel meer zie dan toen ik pas begon hiermee. Ja, dat is een beetje... Die kant moet het niet opgaan met krachttraining. Weet je. Nee. We moeten een beetje af van dat esthetisch is ook belangrijk, is ook fijn. Maar we moeten er niet aan doorslaan. We moeten zeg maar onze maatstaf van hoe je eruit moet zien, ligt heel erg hoog. En je ziet dat bij de jeugd heel erg, die druk die ligt daardoor ook heel erg hoog. Ik denk persoonlijk dat we daarvan af moeten, maar ik denk ook dat we binnen Krachtlab degene zijn die mensen daarvan afbrengen en die wat meer balans daarin brengen, zeg maar. Ja, kijk, je mag echt wel een esthetisch doel hebben. Hè. Je mag echt wel binnenkomen en zeggen van, hey, ik wil dat mijn schouders wat groter worden, dat ik misschien wat meer borstspier kan ontwikkelen. Absoluut. Maar dat moet niet centraal gaan staan. Weet je, dat is een bijproduct van het harde werk wat je doet. De reden waarom je spieren groeien is omdat je besluit neemt om je lichaam te gaan conditioneren. En dat besluit, die mindset om 3-4 keer per week naar de gym te gaan en dat gewoon te doen. Want op een gegeven moment is het niet meer zo leuk. Op een gegeven moment is het plezier er gewoon van af en denk je, fuck, het is december, het is kerst, ik wil gewoon veel brood en toetjes eten en ik heb geen zin om naar de gym te gaan. Dan nog, hè, die motivatie die is er niet meer, maar je hebt routine gecreëerd. En als je binnen die routine blijft gaan... Je werkt ook in je hart-vaat-longsysteem. Je werkt ook in je zenuwstelsel. Je werkt ook voor je alertheid. Je mentale rust. Even uit huis. Het sociaal moment opzoeken. Die dingen die zijn in mijn ogen veel belangrijker. En een bijproduct daarvan is dat je inderdaad meer spiermassa hebt. Vind ik zo goed dat je dit zegt. Zo belangrijk is. Als ik mijn trainingsmomentjes heb bijvoorbeeld. Ik ben nou pas weer begonnen. Dan heb ik ook... Eerst zet ik een doel. Heb ik een target. Weet je, ik wil bijvoorbeeld die tijd weer gaan doen en ik wil wat afvallen en daarna weer wat meer spier kweken. Onderweg krijg ik eigenlijk, valt mijn doel weg en heb ik weer plezier. Ja. En weet je, en dan is het op een gegeven moment, leuk dat ik zo, ik heb plezier gehad en de beloning is, oké, ik zie er nou weer wat beter uit. Ja, ik denk even om daar nog iets aan toe te voegen, dat het ook belangrijk is dat mensen die alleen maar een sixpack of dikke billen willen, doe je dat voor jezelf of doe je dat voor anderen, zodat anderen zien dat jij dat hebt. Ja. En als je dat laatste hebt, dus dat je het voor andere mensen doet, ga je dat niet volhouden. En dan stop je binnen een jaar en dan heb je nog niet je sixpack. Want dit is een sport, als je dit wil gaan doen, dat duurt jaren. En het is, het is een levensstijl, je moet het ook echt daarna willen leven. Ja. Ik, boys, echt respect, maar ik heb die discipline niet. Ja. Wat ik zeg, ik heb die momenten. Ik ben een persoon, ik moet af en toe mezelf los kunnen laten en los kunnen gaan. Ja. En hoe heet het? Dus, maar ik heb altijd respect voor mensen, want ik weet, jullie leven heel gedisciplineerd. En dan moet ik, als jullie een beetje discipline al over kunnen brengen aan iemand anders, of in ieder geval tools kunnen geven, wat jullie als coach ook doen, dat moet als trainee, dat moet heerlijk zijn. Het is denk ik wel belangrijk om daarbij te zeggen, kijk, het ziet er inderdaad uit alsof we altijd gedisciplineerd zijn, maar ook wij hebben soms van die dagen of zelfs weken dat we denken van, boah, ik heb echt geen zin om te gaan trainen, weet je, ik heb echt geen zin om op mijn eten te letten. Ik heb ook zin om een biertje te drinken of eens een keer lekker los te gaan. Ja. Je moet op dat moment de beslissing maken, wat wil je? En ik denk dat dat is wat veel mensen niet zien. Die denken natuurlijk dat wij van die monniken zijn die alleen maar... dat is helemaal niet zo. Echt niet. Vanavond die barbecue aangaat, ik ga ook gewoon een lekker wijntje of een biertje drinken. En waarschijnlijk eet ik ook misschien wat calorieën te veel. Maar wat belangrijk daarin is dat je blijft onderzoeken ook bij jezelf. En zo transparant zijn wij ook wel naar cliënten, sporters toe. Wat is nu de reden waarom je geen bok hebt? Waarom heb je geen zin? Probeer dat eens te onderzoeken. Vaak ondervinden we dat als de stresslevels stijgen bij mensen, en dat is echt seizoensgebonden. Het is niet voor niks dat voor de zomer mensen in één keer gemotiveerd zijn om naar de sportschool te gaan. Want het is beter weer, meer vitamine D3, meer positiviteit. Mm-hmm. Veel leuke feestdagjes tussendoor, zoals hemelvaart en bla bla
bla bla. Dat ontlast stresslevels die dalen. Dus mensen worden belastbaarder. Ze hebben meer draagkracht. Dus gaan ze naar de gym. Plus, ja goed, het is toch bijna zomer. Dus zomer. Ze willen het idee hebben dat ze iets met zichzelf doen. Dat ze fitter worden. Dat ze wat strakker in hun vel zitten. Noem maar op. Maar als je bijvoorbeeld in de wintermaanden, september, schoolstart weer, er moet weer gewerkt worden, de druk neemt toe, zeker als het wat kouder wordt, minder zon, dan zie je dat mensen gewoon minder draagkracht hebben, want die lasten die worden hoger. En op een gegeven moment van die 3-4 keer dat ze normaal altijd gingen, komen ze nu maar 1 keer en zijn ze een beetje puffen en het kloot van, boy, ja, ik heb dit in de hand, ik heb dat in de hand, ik heb zus in de hand. Dus het is heel belangrijk om te onderzoeken van, oké, wat zijn je stressfactoren? En wat kan je daaraan doen? Ga die basis proberen te optimaliseren, ook al is het maar een klein beetje. En dan zul je vanzelf zien dat je belastbaarder wordt en ook meer zin krijgt om te gaan trainen. Ook al vind je het soms niet leuk of heb je er geen zin in, je gaat het toch gewoon doen omdat je die discipline hebt. Juist, want dat is ook zelfreflectie en jezelf durven uitdagen. Als jij jezelf niet uitdaagt, ik ben echt van mening, je wordt alleen maar beter en je verbetert door buiten je comfortzone te werken. Je leert nieuwe dingen. Er is nog nooit iemand dommer geworden van buiten de comfortzone te werken, weet je. Nee. Stel een doel. Ieder jaar wil ik een doel. Stel ik iets wat ik totaal niet doe of kan, weet je. En of dat of waar ik eigenlijk niet zo'n zin in heb. Niet zo'n zin in heb, weet je. En of dat nou een fietstocht ergens naartoe is of noem maar op. Maar dat stel ik mijn doel en dat ga ik doen. Juist. Ik ga een kickbokwedstrijd doen. Ja. Wil ik liever niet, weet je. Maar het hoort bij een doel wat ik gezegd heb. Ik moet trainen, ik moet knokken. Ik heb daar nou al heel veel van geleerd. Daarom is rot dat ik even geblesseerd ben geraakt. Dus dan heb ik me ook weer laten gaan. Ja. Maar die wedstrijd die blijft, weet je. Is het long term doel. Dus en ik heb daar door nu al zoveel geleerd. Weer voor mezelf. Weer proces boven resultaat. Ja. Oké, het resultaat was dat je die kickboxwedstrijd zou doen. Maar veel belangrijker is het proces. Wat leer je in het proces? Precies. Gezond eten, op tijd naar bed, minder alcohol, hard trainen, overleggen met je coach. Bepaalde afleidingen in je dagelijks leven. Misschien wel je sociale leven wat minderen. Zodat je meer gefocust bent op het proces en uiteindelijk ook de prestatie. En dat zijn gewoon echt ruige dingen. Ik heb een maat van mij, Clint. Die traint ook in de personal training. Die heeft onlangs een bokswedstrijd achter de rug. Helaas verloren. Maar hij zei ook vanaf dag 1. Ik doe dit. Kijk, die partij, dat hoort er gewoon bij. Maar ik doe dit vooral voor het proces. 14, 15 kilo afgevallen. Zijn conditioning is uitmuntend. Hij was ready as a motherfucker. Ja. En vooral de structuur, dagritme. Elke keer een vooruitzicht hebben waar hij zich op kon focussen. Ja. Waardoor hij ook veel minder in zijn hersens ging zitten en shit ging overdenken. Hij had het op dat moment gewoon zo nodig. En dat zorgde er gewoon voor, ondanks dat hij die wedstrijd verloren had, dat het toch een gewone situatie was. Maar dan kun je je lost ook beter dragen. 100%. Omdat er eigenlijk uit het verlies is zoveel meer gewonnen. Juist. Dus, dus wat zegt hij 2 dagen later? Ik ben ready. Ik ga de volgende wedstrijd is dan en dan. Nu helaas met corona worden die uitgesteld. En ja, goed, dat is dan, daar ben je gewoon super trots op. Hè? Dat iemand uit zichzelf van oké, ik heb verloren, maar ik laat me niet uit het veld slaan. Het proces was heerlijk. Ik ben geworden wie ik nu ben. Door. En dan heb je die killer mindset. Dat is als coach ook voor jullie, moet dat heerlijk zijn, toch? Als je voortgang en progressie ziet. En als je op een gegeven moment iemand, jullie maken een plan. En als je op een gegeven moment ziet dat wordt uitgevoerd, dat lijkt mij dat als coach, dat doe ik het voor. Kijk hem gaan, kijk toch aan die motherfucker, weet je. En dan achteraf de dankbaarheid van die persoon. Nou ja, dat is denk ik het mooiste wat er is aan dit vak. Ja. Dat wordt vaak vergeten. Hoe lang zijn we aan het podcasten? Want, ik had gegokt een beetje. Ik denk, dan zal ik wel een uurtje ongeveer dingen. Ja. Nou, is goed. Nee, man. Heel erg tof dat we hier zitten eigenlijk, man. Ik ben jullie ook dankbaar. Ik wil hem langzaam afronden. Ja. Als jullie niet erg vinden. Want ik heb superveel info en die moet ik allemaal gaan verwerken. En ik ben echt super, super dankbaar, boys, dat jullie er zijn geweest. Ja. Bedankt voor de goede uitleg. Jij bedankt. En, mensen die elkaar helpen en beter willen worden, daar praat ik graag mee. En ik heb vandaag ook weer behoorlijk wat dingen opgestoken. Ik ben sowieso, dank voor het shit, ik ben sowieso wat meer gemotiveerd nu om aan de slag te gaan. Dat was wel, je moet echt weer aan de bak, man. Ja, dus komt goed. Ja, heren, hartstikke bedankt. En
Ja, mensen, nieuwe setup. Vergeet als je de, hoe heet het? Je kunt straks de boys, doe ik bij de beschrijving van de podcast, koppel ik waar je de boys allemaal kunt volgen. En ja, we hopen, kom goed door de crisis. En ja, heren, dank. En ik hoop dat, mocht je twijfelen hebben of een drempel, ja, je ziet, ga gewoon naar het krachtlab. En deze mensen, yes, die hebben alle expertise om jou te helpen met jouw doel. 100%. Oké, top. Dankjewel, boys. Dankjewel, man. Hoi.